Zaterdag 29 januari organiseert de KNHB voor de 13e keer het Nationaal Hockeycongres in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. En ditmaal zal het congres net even anders zijn dan de vorige keren. Het plenaire ochtendprogramma blijft, maar na de lunch kunnen deelnemers kiezen uit een middagvullend programma voor een van de 9 doelgroepen. Bijvoorbeeld die voor voorzitters. Coraline Bronski, voorzitter van hockeyvereniging Vletio Mare uit Vleuten, is ervaringsdeskundige wat betreft het Nationaal Hockeycongres. En zij legt uit waarom ze het goed vindt om erbij te zijn. Ik ben dus 3 keer geweest. Ik vind het ontzettend leuk om daar naartoe te gaan. Voor 2 redenen. Ene is dat je heel veel mogelijkheden hebt om andere bestuurders en andere mensen van andere hockeyverenigingen te spreken. En het andere is dat meestal inhoudelijke interessante onderwerpen zijn. Er is altijd wel een onderwerp of meerdere onderwerpen die interessant zijn voor jouw vereniging. Het is bijvoorbeeld ook heel goed om contacten te leggen, dus zoals je zegt. Ja, het is heel goed om contacten te leggen. Het is ook ontzettend leuk om. Het zijn toch allemaal mensen die in hetzelfde schuitje, zullen we maar zeggen, zitten als jij. En om dan gedachten uit te wisselen over waar hun club staat, waar jouw club staat en wat je van elkaar kunt leren. Dit jaar zijn er 9 verschillende thema's in het middaggedeelte. Is dat heel anders dan in voorgaande jaren? Ja, dat is heel anders. Thema's zijn nu echt gericht op groepen van binnen een vereniging. Bijvoorbeeld voorzitters of penningmeesters of arbitrage. In het verleden was het zo dat er gewoon onderwerpen waren. En dat je dan per onderwerp kon uitkiezen wat jou interesseerde. Dus ik ben erg nieuwsgierig hoe dat gaat werken. Er is bijvoorbeeld een onderwerp voorzitter, of tenminste een groep voorzitter waar ik dan naartoe ga. En ik ben erg benieuwd hoe dat werkt. Ik vond het in het verleden heel erg leuk werken, omdat je zelf kon kiezen welk onderwerp je uit wilde kiezen. Maar nu is het natuurlijk ook interessant om met je medevoorzitters juist de problematiek van het voorzitterschap aan te snijden. En wat verwacht je daar dan te weten te komen of te horen? Ik heb eigenlijk nog niet zoveel verwachtingen over wat ik daar ga horen. Maar ik ga er eigenlijk meer naartoe met een open instelling van wat kan ik brengen. En wat kunnen andere mensen van Vletio Mare leren. En wat kan ik weer van anderen leren. Ik merk zelf vaak dat je als naar dit soort congressen gaat, dat je enorm veel ideeën krijgt. Moet je altijd mee oppassen natuurlijk, want soms dan zijn er te veel ideeën. En dan moet je oppassen dat je niet allemaal tegelijk wil gaan invoeren. Maar je krijgt heel veel ideeën en contacten om vervolgens die ideeën weer mee te bespreken. Ja, kortom, nuttig en leuk dus. Ja, inderdaad. Iedereen moet komen.